In deze Clip-instructievideo tonen we hoe je plannen ouder dan 6 maanden bekijkt. Plannen in Clip kunnen maar 6 maanden bekeken worden. Daarna worden ze gearchiveerd. Dit wil zeggen dat ze uit het operationeel systeem worden gehaald en in een archief worden opgeslagen. Opgelet, deze gearchiveerde planaanvragen mag je niet meer gebruiken voor het uitvoeren van graafwerken. Maar je kan ze wel nog opzoeken in het archief. De zoekmachine van Clip zoekt standaard in het veld Actieve planaanvragen. Dus aanvragen van minder dan zes maanden geleden. Om planaanvragen ouder dan zes maanden op te zoeken, selecteer je hier Gearchiveerde planaanvragen. Je kan bij deze zoekactie ook de andere filters gebruiken, behalve de filter om op tekst te zoeken. Tot slot kan je de periode meegeven. Wanneer je een gearchiveerde planaanvraag opent, krijg je ook nog eens een extra waarschuwing dat je geen werken meer mag uitvoeren op basis van deze planaanvraag. Op deze pagina kan je ook een archiefpakket van de planaanvraag downloaden. Deze optie verschijnt pas wanneer je bevestigt dat je de plannen niet meer zal gebruiken voor het uitvoeren van werken. Om dit pakket te downloaden, vink je eerst deze boodschap aan, klik je vervolgens op Maak Archiefpakket aan en na enkele ogenblikken op Download Archiefpakket. Zo'n archiefpakket bevat volgende bestanden: antwoorden en validatierapporten van leidingbeheerders, clipbestanden, een auditlog van de aanvraag. En nog andere bestanden met betrekking tot de aanvraag. Wil je meer weten over deze bestanden? Lees dan zeker het bijgevoerde helpdocument in het zipbestand.